Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 27 september. Wolkenvelden trekken over land, maar er is ook af en toe zon en er vallen een aantal buien, met name in de westelijke helft van het land. De temperatuur die ligt zo rond de 14 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag loopt de temperatuur verderop en wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Nog steeds vallen er een aantal buien, maar de meeste buien nog steeds in het westen van het land. Vanavond trekken de buien verder landinwaarts en worden ze ook wat actiever. Er is dan kans op onweer en misschien dat er ook nog wel hagel vol gaat komen. Ook zijn er zware windstoten mogelijk, van zo'n 75 km per uur. En vooral aan zee en op het IJsselmeer gaat het stevig waaien. Een harde wind komt er te staan. Morgen ook weer een aantal buien in het land, bij temperaturen rond de 17 graden. Buiten de buien om is er wel af en toe wat zon, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Zondag wordt het een natte dag met geruime tijd regen en ook flink wat wind uit het zuidwesten. Mogelijk dat de wind aan zee zelfs stormachtig gaat worden. En ook volgende week blijft het weerbeeld wisselvallig en nat, met temperaturen over het algemeen rond de 16 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.